zet die lantaarnpalen op de weg. Ja, even iedereen als je achter de... Links ervan gaan staan, dan komt het ook. Als je achter de rode golf gaat staan, dan gaat het prima. Ik sta er ook naast. Jongens, zoals Schumacher zei... To finish, you first have to finish. Oh, ik was net opletten. Er verdween in één keer een auto voor mijn neus. Dat was een ploep weg. Ja, ze dus zal de code wel weg hebben gehaald voor de rust. Als de volgende rood gaan we, als het rood wordt gaan voor mij staat er iemand in. Oké. Herhaal bij rood gaan we. Rood! Oranje, rood. Oh, even een beetje afstand bij de eerste bocht. Ik heb één grote bende. Oh, dat ging beter. Nee, maar wel... Oh nee, kom niet. Ja, alleen met die groene lichten, man. Ja, die was daar. Ja, wat mijn fout. Ik heb nu de auto al kapot. Wat mijn fout. Go. Zachtjes, maar het leek veel harder. Heb je een repair kit? Ja. Oké. Oh, spins. Ah, dat was als goed is die rode skyline. Ja, dat is oh, Inge, zit hem even gratis in. Dat is vergeet oh, geen ja. Het is gewoon in die het hier gecrashed is. Het is niet bij het al. Ik heb gezien en ik zeg het als een racing incident. Dat is gewoon zo'n race, jongens. Oh, sorry. Ja. Dat was een beetje mijn schuld. Ja, of mijn net. Oh, ik word gebeld, of jij? Go. Denk jij? Kan niet opnemen. Zijn we eerste? Een afleidingstukje. Gaan we hierna nog een rondje doen of niet? Oh, wow, Paul, die gaat hard. Oh, opzet! Hij moet achter me blijven. Waarom blijft kan hij me niet inhalen? Sorry, ik zag die zwarte BMW niet op deed. Hebben jullie wel eens de race geprobeerd te reversen? Oh ja! Ik kan het wel proberen, ja, maar... Weet je wat moeilijk is, Linda? Bergop en bochten is een hele slechte combinatie met heel veel personen. Ja, we zitten ervoor! Oh! Ik hoop Linda wel meer ribrekketjes door. Zo jammer dit, hè? Zo jammer! Je was zo dichtbij. Zal ik met water in beuken? Oh, zo. En doe je GTR? Of nee? Ik crash. Holy! Ik crash! Ik kan niks doen! Wat gebeurt er?